Welkom iedereen bij de introductie en wereldpremière van Capstone, het nieuwe wijnopleidingssysteem van Californië. Er is afgelopen jaar hard gewerkt door tientallen wijnexperts uit de hele wereld om het schrijven van deze content te realiseren. Dadelijk introduceren wij aan u Onno Comfort, Vice President Internationale Marketing van het California Wine Institute, Limeng Stroh en Evan Goldstein van het ontwikkelingsprogramma die hieraan hard heeft meegewerkt. Door de grote opkomst van meer dan 1600 deelnemers uit Europa hebben we helaas niet iedereen een flesje met monstertjes kunnen toesturen. Onze excuses daarvoor. Maar ik wil toch iedereen bedanken die zo sportief zijn om degenen die geen setje hebben ontvangen aanwezig te zijn hier bij deze launch. Vanwege de grootte van de groep zullen we waarschijnlijk moeite hebben om iedereen in een chat te beantwoorden. Maar mocht u vragen hebben, schroomt u dan niet om ons een e-mail te sturen. Wij zullen dan snel bij u terugkomen met alle antwoorden over het Capstone California wijnprogramma. Ja, rest mij niets anders dan u veel plezier te wensen bij deze uitzending. En ook degene te verwelkomen die na mij deze video ten tonele zal verschijnen. Dat is Sybille Troeblijn van Winewise. Zij zal verder doorgaan met het presenteren van Capstone om in detail met u door te nemen hoe u hieraan kunt deelnemen. Hartelijk dank en veel plezier bij de uitzending. I'm Onno Comfort, Vice President of International Marketing for California Wines, and I'm excited to present to you today our new online wine education platform, Capstone California. For the past year, we've been working with Master Sommelier Evan Goldstein and his business partner Limeng Stroh at Full Circle Wine Solutions to develop a comprehensive wine education program exclusively for California wines, one that is both innovative and informative. California is the fourth largest wine region in the world, and there's growing curiosity about our wines around the globe. So we set out to create the definitive source of information on California wines, developed specifically by and for the international wine trade. At the core is a four-tier certification program that's both rigorous and exciting. We've supported this program with additional educational resources, including study guides, videos, aerial flyover maps of the major regions of California, and maps of every AVA across the state. In a moment, Limeng is going to walk us through this program in detail, but first, let's hear from Evan on some of his thoughts behind the Capstone program. The California wine industry has changed over the years in the sense that it's matured tremendously. I actually got into wine professionally in the late 60s, early 70s. During that period of time, there were literally, one went up to the Napa Valley, for example, probably about 8 or 10 spots that you could actually visit, whereas today, you know, there's over 450 wineries operating today, so you couldn't hit all of them, even if you did one a day over the span of a year. And of course, with an expansion in terms of numbers of wineries, you have different grapes, more voices, more personalities, different styles, and obviously that all contributes, if you will, to the rich tapestry of what California wine is all about. This platform has a really comprehensive study of all of the California wine regions and all of the primary varieties. The chapter on California grapes is broken down into four levels. Think about it like going to university. You need to cover it all over 4 years. The first level is sort of an overview. Many grapes are going to be familiar to you as they're grown everywhere in the world. What's unique to California is our approach, creativity, innovation, and desire to make things in our own way, in our own style, with our own take. And that'll become clearer the more you learn. And now, Limeng Stroh, partner and founder at Full Circle Wine Solutions, is going to walk us through in detail CapstoneCalifornia.com, the learning hub for the Capstone program, and also the
place where you can find the four-tier certification program on California wines. Hi everyone, my name is Li Ming Stroh, and I'm the founder and CEO of Full Circle Wine Solutions. Wine Institute has entrusted Master Sommelier Evan Goldstein and me to create and launch a state-of-the-art education platform, complete with a brand new certification program. I'm delighted to share Capstone California with you today. So here's a deck to show you more about Capstone California, a comprehensive study of California wine presented by California Wines and Wine Institute. Capstone California is an essential tool for global wine professionals. We have here the definitive course on California wines, and we've prepared a rigorous and prestigious wine certification program. You can check us out by scanning this QR code here that will take you straight to the capstonecalifornia.com website. This was created by internationally recognized California wine experts. It presents not only curriculum, but also an in-depth study of California's wine regions and varieties. All of this will be presenting over time more and more multimedia content and also presented in multiple languages. As you go to capstonecalifornia.com, you will find a hub for not only the certification program, but also accessible study guides and resources for you if you're teaching about California wine or studying about California wine. We have an online and virtual event calendar, as well as updates and announcements from our offices from all over the world. And we have blog posts with contributors and video content as well. We have capstonecalifornia.com as a mobile responsive site. It's optimized so that you can see our content on a smaller screen and not be pinned to just a computer or a desktop. This allows this Capstone California to be available for individual study or for group study, and with translations coming soon in Japanese, simplified Chinese, French, Spanish, and much more. Capstone California's certification is available in four levels. Starting with introductory level one, we have 6 hours of content in the introductory level, followed by the intermediate level with 20 hours of content and 22 modules. A tasting is required in level two. In level three, we have an advanced level with 50 hours of content and 26 modules. And by level four, there are 125 hours of content, 27 modules, as well as a tasting. And to become an ambassador level, this also includes a study, an immersion tour of California. Every single level of Capstone California features these 12 chapters. You will find history and lore, geography and climate, soils, grapes, viticulture and vinification, aging and maturation, wine law as it relates to California wines, the official classification of AVAs and subregions in California, the producers and vintages, as well as a business of wine section in every single level. And as you pass the final level exam in every single level, you will have a certificate at each level. When you complete the tasting requirements, you will also be able to receive these benefits. In introductory level one, you can expect a VIP access to a local California wine in person or online event. Additionally, in intermediate level two, you will receive complimentary passes to additional seminars. And in advanced level three, you can expect to have an invitation to an annual Capstone California alumni dinner and pin ceremony. And last but not least, we have an invitation to the immersion tour of Capstone California. So why get Capstone California certified? Number one, it will help you increase your knowledge and understanding of California wines. It will complement your wine certifications, even if you have WSET, MW, and MS already.
and allows you to connect with other wine professionals from around the globe. We have internationally recognized wine educators to mentor as well, and you'll have an opportunity to taste some rare and hard-to-find California wines. We will help you refine your sensory abilities and wine analysis skills, and you will have exposure to this international wine community that we're building together. Last but not least, we hope to improve your selling skills and enhance your value of selling California wines. In addition to the curriculum, you will find study guides under varieties and study guides under wine regions that will cover everything from history to terroir to signature varieties. I will show you a demo next. Here's a quick site demo to give you a taste of what Capstone California's website and curriculum platform is all about. Here at capstonecalifornia.com, we have four essential buttons up top: certification, study guides, resources, and about. If you go through the homepage, you'll also find a lot of content right here on the homepage from all of the different segments of the website, including a quick quiz or topics from our blog, upcoming events, and a place for you to enter in your information to get in touch with us. Here's the certification portion of our site. When you click on certification, you'll first see a landing page that summarizes what is being offered in each of these levels. We are also offering scholarships and local pricing for those who want to take classes with the certification program. Going from level 1 to level 2, level 3 to level 4, all of the course curriculum is laid out here, including the ambassador level 4 that has an immersion trip to California. In level 1, when you click on that, you will be taken to the level 1 curriculum platform. You can register here. I'm already registered as a student, so it'll take me to my dashboard where I can resume my course. And here, a student's progress is tracked with a tracking bar, and you can search a lesson, or you can go through each of these lessons one at a time. The very beginning, we introduce the desired learning outcomes of introductory level 1. Then we go into history and lore, where Master Sommelier Tim Gazer has written some of the key points of history in California wine. A student has to go through all 16 slides before they can continue to the next lesson. In the second lesson, also written by Master Sommelier Tim Gazer, there is a curriculum that covers three of the historical figures in level 1. And then before a student can move on to the next chapter, they will be required to complete a quiz. The quizzes are short, from 2 to 4 questions, and having at least a 50% pass rate will allow the student to go on to the next chapter. And as laid out previously, the chapters are here from 2 to 3, so on and so forth, all the way to level to chapter 11, and finally a final exam before a certificate can be provided. To finish off our presentation today, I'm going to show you how the other resources on our website work. You can see the study guides that we have here are sorted by regions as well as varieties. Under regions, each region has its own section where we have the region by the numbers and the region by overview, history, local terroir, signature varieties, benchmark wineries, as well as some partner links. You can always go back to learning more about another region by clicking from the top menu and going, for instance, to the next region
And the same kind of formatting exists with the detail behind every single region. Here in Sonoma County, again, we have the numbers, the overview, the history, and you can really go in depth into what some of the history is for each specific region, how it got its name, when it was established as a sub-region, and also understand more about the geological influences of the terroir in that region. And as mentioned before, some tasting choices and benchmark wineries for you to review and get an understanding of that particular region. We also have a pronunciation guide that helps you pronounce some of these region names. Under varieties, these are varieties that are written by Master Sommelier Evan Goldstein. You can see that every single variety has a signature and styles section, history, wine growing regions, and in fact, some numbers that help explain each of the sub-regions where you can find Chardonnay in this case. And more varieties are also available, and every time you open a variety, you'll be taken through this mass of content in very palatable chunks where you can actually go into a food and wine pairing section and read about food and wine pairing, what kind of wine styles you'll find in Cabernet, and what are some different styles of food pairing guides you should expect from a lighter bodied Cabernet versus an aged 8 years plus decades old Cabernet. We also have a resources section where we have aerial maps, AVA maps, tasting mats, tasting note templates, and videos coming soon. Last but not least, in our About section, you can read more about the Capstone Project, and the Active blog will give you information written by some of our global writers, Jancis Robinson, Master of Wine here from the UK, talking about California's state of the state, some information about climate change, and again, with our video series, seeing an Oz Clark interview, for instance, with Elaine Chukka Brown, and Evan Goldstein's recommendation on some of the best wine writer resources to have. This is Capstone, California. We hope you enjoy this demo and enjoy our site. Thank you very much. Thank you so much for joining us today as we kicked off this launch of CapstoneCalifornia.com, the new wine education platform for California wines. We look forward to sharing this program with you, and we invite you to come and check out the website and investigate the new certification program. And we look forward to sharing more with you about California wines as we go forward. Thank you. Goedemorgen allemaal. Welkom op deze presentatie van Capstone Californian Wines. Ik ben Sibyl Troublein van Winewise en wij bieden in België de opleidingen van de Wine and Spirit Education Trust en de Wine Scholar Guild aan. En daarnaast hebben we ook een aantal wijnregio's of wijnlanden die we graag in de kijker plaatsen naar onze studenten toe. We richten ons vooral naar professionals in de wijnhandel en uit de horeca. Californië is de vierde wijnproducent als we gaan kijken naar productie toe, na Italië, Frankrijk en Spanje. En toch was er eigenlijk weinig educatief materiaal beschikbaar op de markt of niet zo diepgaand. En daarom zijn wij als Winewise heel blij dat dit programma gemaakt is. We mogen terecht zeggen dat het een encyclopedisch werk geworden is, waar we straks zeker ook even gaan op terugkomen. Ik wens Paul Molleman en Marco Tegelman alvast heel erg te bedanken om ons de kans te geven om jullie als wijn
avonturiers, mee op avontuur te gaan door deze wijnstaat. Er zijn een tiental wijnopleiders in heel Europa. We hebben een tweetal weken geleden de kans of ook maar inzicht gekregen in dit programma. Ja. Dus het is voor ons ook allemaal nieuw. En naast me heb ik Edwin Raben van Edwine School in Nederland. Hij is de educator voor de Nederlandse markt. En uiteraard gaan wij naar de toekomst een aantal dingen samenbrengen. Zeker. Niet alleen wat Californië betreft, maar nu in de eerste plaats Californië. Zeker, ja. Laat ons eens eventjes door de website gaan. Ik denk dat het wel, jullie hebben al een voorproefje gehad. Hè? Maar het kan interessant zijn om toch nog eventjes naar de website te gaan. Hè? Dus Capstone California. En we beginnen met de study guide, die toch wel een encyclopedisch werk geworden is. Hè? En waar je in deze tijden, in plaats van naar Netflix te bingen, kan u gerust eens een hele namiddag u verdiepen in dit wijnverhaal. Hè? Dus, u ziet dat dus de grote regio's aan bod komen. En als u dan gaat inzoomen, ik neem nu bijvoorbeeld Los Carneros, een wijnregio gelegen aan de baai van San Francisco. En die dus ook overlappend werkt over Sonoma en Napa Valley. Dan gaat u zien dat u daar dus heel veel statistische gegevens krijgt, maar voornamelijk ook de geschiedenis, hoe zij de wijnbouw uitgebouwd hebben voor, maar ook na de prohibition, dus de drooglegging die in het begin van de vorige eeuw plaatsgevonden is. En dat dus ook uitvoerig aan bod komt tijdens het historische gedeelte of het geschiedenisgedeelte van de opleiding. Ja. En zo kan u dus eigenlijk per regio gaan kijken. U kan gaan inzoomen in wijn, de terroir uiteraard. Ik moet even naar mijn scherm kijken, want anders lukt het niet. Terroir gaat men dieper gaan bekijken. Maar voor u denkt van, wow, moet ik dit hier allemaal kennen? Dit is een encyclopedie waar je kan op terugvallen. Dus de opleiding op zich wordt in 4 niveaus gegeven en is eigenlijk een opbouwend programma. We beginnen met het eerste niveau. Ik ben er persoonlijk al doorgegaan en mijn gevoel is wel dat u al een basiskennis moet hebben over wijn om u daarin te verdiepen. Hè? Ik denk dat u hetzelfde gevoel heeft. Hè? Dus mensen die net startenden zijn, raden wij aan om eerst u te verdiepen in het wijnstijlgebeuren, vooraleer u dan eigenlijk met deze opleiding gaat beginnen. En dan kan iedereen het eigenlijk op zijn eigen tempo gaan bestuderen. Het is een programma dat voornamelijk online aangeboden wordt. Hè? En we zien dat ook dat het theoretische gedeelte online aangeboden wordt. En wij als educators gaan de kans krijgen om dan ook een aantal degustaties te begeleiden, waar u dan voor kan inschrijven via onze website of via de website van de Wine of California. Dus die gegevens zal u na deze presentatie ook nog krijgen van ons. Als ik eventjes dieper inga op level 1, u ziet, men geeft 6 uur om het te bestuderen. Iemand die al wat voorkennis heeft, zal er sneller doorgaan. Iemand die Californië nog niet kent, zal die 6 uur echt wel nodig hebben om het allemaal goed te vatten. Ja. U kan hier zien dat we dus uiteraard komt de geschiedenis aan bod en een aantal regelgevingen die daarbij horen. We hebben dan ook de geografie en het klimaat en eigenlijk het volledige terroir gebeuren zal in detail aan bod komen, zoals de ondergrond, de soil, grapes, druivenrassen, niet onbelangrijk binnen dit programma. Het wijnbouwgegeven, viticulture and vinification. Het aging proces, dus het
het verouderen van de wijn. Al dan niet op houten vaten, grote vaten, invloed van de smaken van die vaten en dergelijke meer. En dan komen we natuurlijk bij de regelgeving, de wetgeving en de AVA-structuur, American Viticultural Areas, zoals we ze ook noemen, die toch wel heel precies aangegeven worden en waar je dus eigenlijk heel veel informatie kan terugvinden gaande van de geografie, ja, zeker, ja. De klimatologische omstandigheden die er net voor gaan zorgen dat die regio een andere... bijvoorbeeld de diurnal range, dus precies, de afwisseling tussen koude nachten en warme dagen. Dat wordt allemaal heel goed besproken. Hè. Dus en na elke programma of na elk onderwerp ga je dus een quiz kunnen doen. Dus, die quiz is kort, maar toegespitst op een aantal vragen. Niet moeilijk, maar wel om te zien of dat u de basis en of u de gerichte vragen eigenlijk kan maken. Natuurlijk, hoe hoger je in niveau gaat, hoe moeilijker de quizzes zullen worden. Ja? En u zal zien dat elk onderwerp dat we hier besproken hebben, zoals de vintages, de business, de terroir, dat gaat in elk niveau terug aan bod komen, maar telkens met meer diepgang. Zeker, dus men gaat dan... Even een mooie opbouw in. Ja, dus men gaat daar zorgen dat we net iets meer gaan leren en daardoor onze kennis over Californische wijnen gaan uitbreiden, maar ook onze liefde voor Californische wijnen. Dus ik denk dat dat zeker geen probleem zal worden als we kijken naar de degustatie die we straks samen gaan begeleiden. Altijd leuk. Hè? Ja. Nog eventjes verder voor het inschrijven van deze opleiding. Dus u zal zien dat het inschrijven heel vlot zal verlopen. Hè. Dus dat zal online gebeuren. En daarna gaat u de kans krijgen om deel te nemen aan degustaties die door ons, Winewise in België en Edwines in Nederland, aangeboden worden. U kan daarvoor apart inschrijven. En hopelijk kunnen we vanaf september weer klassikale opleidingen geven, als COVID het ons toelaat. Hoop ik ook. Ja. Wij allemaal, denk ik. Maar we proberen toch al voor de zomer aan de slag te gaan met een aantal online tastings als dat nodig is. Hè? Dus, lijkt het beste. Ja. Laat ons ervan uitgaan dat we de zomer tegemoet gaan en dat we toch nog jullie de kans kunnen geven om mee te surfen op dit verhaal van Californië. Ja, wat wens ik nog even mee te geven? De prijzen van deze cursus die zullen afgestemd worden op onze Belgische en Nederlandse markt, de Europese markt eigenlijk. Maar er zullen tal van mogelijkheden zijn om opleidingen te gaan volgen met verminderd tarief. Zo zal u na deze launch de kans krijgen om niveau 1 volledig gratis te gaan volgen. Dus, en daar gaat u nog een e-mail van krijgen met alle details en hoe u dat kan doen. Dat is toch wel mooi, hè? Dat kun is je in ieder geval beginnen. Kunnen mensen thuis gewoon beginnen. Een goede start. Ja, absoluut. En daarna krijgt u zeker nog de kans om aan een verminderd tarief deze opleidingen te volgen. Uiteraard wordt het in de eerste plaats gericht naar mensen die professional met wijn bezig zijn. De horeca en de wijnhandel. Want jullie zijn uiteraard de komende ambassadeurs van het Californische landschap. Zullen we eens proeven? Dat lijkt me een heel goed plan, Sibyl. Ja, dat lijkt me prima. Jullie hebben allemaal een... niet allemaal, mijn excuses. Ik hoorde net van Marco dat inderdaad niet iedereen de kans heeft gehad om een doosje te krijgen. Maar u heeft dan wellicht wel een glaasje Californische wijn bij de hand. Er waren zoveel mensen die zich ingeschreven hebben. Echt heel bijzonder in Europa. Dat echt, is inderdaad fantastisch. Ja. Dat was wel zo fijn goed om te horen. Ja, dat vind ik ook. Dus het leven wel, de Californische wijn. Dus dat is helemaal goed om te zien. Dus, top. Zeker omdat we ook wel merken dat, en dat is mij nu ook wel opgevallen, met het surfen de afgelopen weken naar wat informatie over Californische wijnen, hoeveel clubs er zijn. Ja.
de wijndomeinen die hun eigen clubs absoluut hebben en dergelijke. Ja, ja, ja. En de wijntoerisme daar, dus het is echt een cultstatus geworden. Dus er zijn ook echt heel veel bedrijven die daar openstaan. Hè? Ja, ja, ja. Dus ja. Tasting rooms. Ja, weddings en sustainability. Alles, hele packages. Ja. Dat is heel goed om te zien hoor. Men is ontzettend bezig. Ja, dat vind ik echt wel goed. Duurzaamheid binnen absoluut. De wijnindustrie is absoluut een eentje om op te volgen binnen Californië. Want ze staan daar toch wel vrij ver in. Precies. Dus, en ook de effort die ze doen voor het climate change. Hè. Er gebeurt nogal wat in de wereld. We hebben allemaal gezien wat de afgelopen jaren gebeurt ook in Californië en zo. Dus men is daar heel veel mee bezig. Hoor. Dus echt petje af voor de producenten die dan toch doorgaan en Californische wijn op de kaart houden. En ik denk dat hier achter hele mooie voorbeelden van staan, denk ik. Ja, ja. Absoluut. Huh? Let's go. Misschien even aangeven in welke volgorde, want normaal zaten ze in de juiste volgorde in jullie doosje. Maar ik kan mij voorstellen, zo'n leuk doosje dat je wel in zijn neiging hebt om de flesjes eruit te gaan balletje, halen. Balletje, balletje zo, hè? Dus, ja. We gaan beginnen met de twee eerste wijnen, Pinot Noir wijnen. Dus twee wijnen die van uiteenlopende regio's komen. En, de eerste wijn is de wijn van het wijndomein Deloach, gelegen in Russian River. Dus Russian River maakt deel uit van de Sonoma Vallei. Absoluut. Dat was een belangrijke, moest ik onthouden. En dankzij de regio, de Russian River, dus de Russische rivier, als we het zouden vertalen, loopt doorheen de Sonoma Vallei. En je hebt daar een aantal inkepingen in het coastal range, waardoor je dus eigenlijk de koele lucht, die heel typisch is aan de Californische kust, hè? Dus die wordt dus eigenlijk als een vacuümsysteem ook via die rivier mee naar binnen getrokken. Hè? Dus, je verkoelt het landschap daarmee, vooral in de nacht, hè? En in de ochtend ook. Al die mist zie je dan, en die maakt dat, tempert dat en verkoelt het. Hè? En dan, het is wel heel heet overdag, maar dan zie je dat dat daarmee de zuren en de aromas wat verfijnder blijven. Hè? Dat is wel heel mooi. Ja. Ja, ja. Dat is ook de reden waarom dat we niet echt gaan zwemmen als we ons in Californië bevinden. Hè? Nee, dus, het is heel koud hoor. Het water is daar niet zo interessant. Surfen daarentegen wel. Ja, dat kan ik niet. Ja. Met het online gebeuren kan je nu ook op jullie computer gaan surfen. Goed, van dit wijndomein, Deloach, de roots van de familie liggen in Bourgogne. Vandaar ook dat hun typiciteit of hun zich richt naar Pinot Noir. Hè? Dus, maar ze hebben uiteraard ook Chardonnay en Zin van Del, die ook in Sonoma vrij sterk aanwezig is. Hè? Men gaat uiteraard de tradities van Bourgogne een beetje bijhouden binnen Deloach. Men gaat met pigage gaan werken, open vaten. Waardoor dat je dus toch niet alleen met dat primaire fruit gaat blijven, maar dat je gaat merken dat men vrij snel ook al met die tertiaire aroma's gaat te maken krijgen. Die dan net dat tikkeltje specerijen, een beetje Earl Grey. Dus als we het glas erbij nemen. En ook heel veel mooi rood fruit, hè? Hoe lekker rood sappig. Fruit is zeer heerlijk, sappig. Ja, echt het aardbei heel erg, het bessige. Een toets van anijs, vind ik, hè? Die zo dat, net dat toetsje verfrissing brengt. Ja. Zeker elegantie, ja. Ja. En ook wat sinaaszesten, citruszesten. Dus, klein beetje specerijen. Ja. Lekker, ik wil gauw een slok nemen. Ja, laat ons eens proeven. Lekker die zuren, dat is lekker opwekkend, hè? Ja. Mooi. Ja. En die zuren tonen echt wel dat deze regio die koelte nodig heeft om die verfrissende zuren te hebben. En die ook te dragen tot het einde van onze degustatie. Ja, dus, een mooie zachte tannine. Het is niet te tannineus. Nee, absoluut niet. Ook het hout is absoluut niet overdonderend, hè, wat zeer mooi geïntegreerd is. Als we kijken naar de tweede Pinot Noir, dan gaan we net een stapje verder en u zal zien dat deze wijn in afdronk net iets langer gaat. Dus het is ook een wijnmaker, Jim Clendenden, een visionair man mag ik wel zeggen, binnen
de Californische wijnindustrie. En dit wijn, deze wijn is genaamd naar zijn zoon Alexander Knox. Hij is eigenlijk gespecialiseerd in het gaan blenden van verschillende percelen. Ja, en deze twee wijnen, of deze wijn, komt van twee percelen die vrij dicht bij elkaar liggen. Maar het ene perceel ontvangt veel meer zon. En zal dus ook een meer fruitigere toets gaan hebben. Ja. De andere heeft iets minder zon en gaat langzamer rijpen. Zal meer op de tanninestructuur zijn. En als je die twee dan gaat blenden, dan krijg je eigenlijk deze mooie, mooie wijn. En u merkt ten opzichte van de eerste wijn, de Deloach, die dan iets soepeler is, iets toegankelijker. Misschien ook bij harmoniewijn en gerecht een eerdere passepartout. Dat denk ik wel, ja. Wat meer toegankelijker is, wat makkelijker inzetbaar is. Je merkt aan deze geur al dat hij veel verfijnder is, wat geconcentreerder is. Het is wat hechter in de neus. Het is veel meer diepte eigenlijk ook wel. Duidelijk Pinot Noir, maar het heeft veel meer structuur. Ja. En ook de lengte. Hè? De lengte is beduidend sterker aanwezig. Hè? Dus beide wijnen verdienen zeker een plaats in de markt. Maar toont heel goed... Dat, iets meer hout, denk ik, iets meer nieuw hout, denk ik, in het verleden. Ja, ietsje meer toast, dus, iets meer fumé. Ja. Of smoked, moet ik dan zeggen, hè? Zo'n American. Ja, maar niet op het specerijen. Dus het is echt wel duidelijk het Franse hout dat hier gebruikt wordt. Hè. Dus men gaat met Pinot Noir minder het Amerikaanse hout gaan kopen. Ja, dus, het zou te veel zijn. Hè? Delicaat hebt van Pinot, dan ga je daarmee wegstoppen. Dat is zonde. Ja. Klopt. Ja. Dus de Aubon Climat komt van de regio aan de Central Coast geregen, Santa Maria Vallei. En daar hebben we evengoed die invloeden van de koude stroming. Gaan we dus merken dat de wijnen of de druiven heel langzaam kunnen rijpen en daardoor die complexiteit kunnen aanbouwen. Ja. Want heel mooi dat dat gebied ook oost-west loopt. Dus het loopt helemaal, er zit een soort trechtervorm dat die wind zo in die vallei loopt. Ja, ja. Dat is echt heel bijzonder hoor. Echt, dat profiteert daarvan. En je ziet de elegantie in de wijn. Dat vind ik echt mooi om te proeven. Ja, ik denk dat Californië een van de regio's in de wereld is waar we de invloed van het klimaat zo heel goed kunnen begrijpen. Ja, ja. Een stuk warm, vruchtbaar grond. Echt een ideaal wijnlandschap eigenlijk. En door die verkoeling van de Pacific Ocean krijg je natuurlijk dat je daar verfijning krijgt. Hè. En de boeren weten precies van dat drijf je daar zo. Of die blendmanieren. Dan zie je dat hele mooie wijnen worden gemaakt van wereldniveau. Hè. Denk aan de Paris tasting de vorige eeuw. Ja, dat tegen alles losging. Dat is echt heel bijzonder. Hè. En dan in blind tasting. En ik vraag mij nu af of dat Steven Spurrier de kans gehad heeft om dit programma nog te bekijken. Dat weet ik niet. Dat is een goeie, want hij is onlangs heen gegaan. Vorige week is hij inderdaad overleden. Ja. Dat gaan we eens moeten navragen, denk ik. Hè? Dus lijkt me wel een... Zou het bijzonder zijn. Leuke vraag trouwens. Ja. Goed, laat ons eens naar Lodi gaan. Zinfijn. Zin van Del Capital. Terecht. Hè? Ik denk dat we echt mogen zeggen dat Lodi... de regio is waar Zinfandel een zeer, of korter gezegd, zin, hè? Zoals ze het ook wel eens zeggen, echt goed tot zijn recht komt. Ja, denk ik ook. Het ligt in de centrale vallei. Klopt, dus we zouden er kunnen van uitgaan dat het een vrij warme streek is, waar we toch niet die finesse kunnen bekomen. Iets minder strakke tannines, meer de toegankelijker wijnen. Maar Lodi ligt eigenlijk ook in het verlengde van de baai. Klopt. Ja. En trekt dus werkelijk die koele lucht mee in het land. Waardoor dat je weer die langzame rijping gaat krijgen. Beide wijnen komen uit Lodi. En hebben dus een... om over te stappen van Pinot Noir naar Zinfandel. Zinfandel is krachtig. Ja, dat is heel anders. Is ook heel dikwijls eten en drinken tegelijk. Klopt, ja. In Californië zeer bekend voor White Zinfandel, de roséwijn. En ik merk bij de jonge mensen dat dat in Europa ook wel weer een opmars kent. Hè? Dus wijn Zinfandel of een druif die niet per se blending vraagt. Hè? Je zal zien dat het heel dikwijls... toch geblend wordt met een klein beetje Cabernet, een klein beetje Petit Syrah. Klopt,
tweede wijn bijvoorbeeld heeft een heel klein beetje Petit Syrah. Maar u zal zien dat bij het proeven van de wijnen, dat ze beiden heel typisch op dat zwarte fruit zitten. Hè? Bij de eerste twee wijnen zaten we rode gestoofd vrucht. Rijk, vol. Ja. Ja, goed echt, wat body, goed in de alcohol. Ja. Ja. En Zinfandel is ook een druif die Amerikaans hout goed kan verdragen. Hè? Dus omwille van zijn kruidigheid al van bij de basis. Hè? Ja. Zelf haal ik Zinfandel bij blinde proeverijen heel dikwijls eruit aan het grafiet, potloodslijpsel. Ik weet niet of dat jou ook al opgevallen is. Ja, een beetje, maar ook een beetje dat gestoofde, een beetje dat primedant-achtige, soms dat jammy-achtige, haal ik ook soms wel uit. En soms proef je een soort stukje groen, hè, omdat de Zinfandel als druif een beetje onregelmatig rijpt. Dus aan één tros kun je dus onrijpe bessen hebben, rijpe bessen en zelfs overrijpe bessen hebben. Klopt. Dus wat doet dan een wijnboer? Gaat hij dan het allemaal selecteren of gaat hij dan iets later oogsten, zodat tenminste alle bessen rijp zijn? Maar dan heb je het overrijp fruit. Dus het is best wel, daar kun je heel veel stijlvariatie in zien. Ja, dat is inderdaad bijzonder. Wel een belangrijke. En zal ook van jaar tot jaar heel afhankelijk zeker, zijn. Zeker, tuurlijk, ja. Dus, we zullen eens proeven van Gnarlyhead. Een wijndomein gelegen in Lodi, hè, hebben we daarnet al eventjes gezegd. Hè. Oude wijnstokken, niet onbelangrijk. Ja, dat is echt iets. Zinfandel zeker. Dus, zeker in de gaten te houden, want het is veel meer complexer als je een Zinfandel van Old Vine. Dat is ook beschermd daar in dat gebied en dat is heel bijzonder, omdat dan heb je veel meer wijn. Ja. Bij de oogst zal je veel geconcentreerder fruit hebben. En de eerste wijn vind ik persoonlijk eerder een wijn eten en drinken tegelijk. Mm-hmm. Dus we merken duidelijk. Had je lekker dat gestoofde, dat jam-achtige, beetje zoethout, die zoete spisserijen. Beetje jute zeg ik altijd, een beetje iets ingekuilde mais, iets vegetaals zit er ook al in, maar het is heel elegant verwerkt in de wijn. Ja, ik vind het vegetale karakter net iets verfrissend brengen. Ja, vind ik ook. Zo is het niet op het ook. Bittere, maar net een verfrissende toets. Die echt wel die zuren dragende wijn echt heel mooi. Dat is heel opmerkelijk van deze wijn. Je merkt dat de zuren, het is wel een volle wijn, volle body, zit goed tussen alcohol. Maar die zuren houden die wijn verteerbaar, elegant. En dat vind ik wel heel goed gedaan in deze wijn, moet ik zeggen. Klopt. Ja, hij is toegankelijk, lekker, mooi, gewoon een mooi glas. Ja. Ik denk ook interessant bij vegetarische gerechten. Ja, als je zeg maar aubergine, je gaat dat grillen met een beetje olijfolie of knoflookolie en wat rozemarijn, dan lijkt je lekker op de plancha. Je moet wel bereiding hebben, je moet wel rijpe toon in het gerechtje hebben. Zijn, maar dat kan zeker hoor. Ja. Maar het hoeft niet per se bij vlees. Hè? Dus de proteïnen zijn niet per se nodig bij de eerste Zinfandel. Bij de tweede, de Ironstone Reserve. Hier zitten we ook in Lodi, meer specifiek in de kleinere Ava Mokkelum. De termen of de namen, dat wordt nog een uitdaging, denk ik, om alle Ava's de juiste uitspraak AVA's goed uit te spreken. Dat heb ik ook wel hoor. AVA's, ik vind het altijd wel belangrijk, maar het is wel. Goed, in deze wijn is er ook een beetje Petit Syrah verwerkt. En dat merken we wel. Hè? Dus het is net iets meer fruitigheid, net iets meer op zwarte besjes. Cassis komt hier ook heel. Sterk tot de uiting. Een pepertoetje vind ik persoonlijk ook. Enkel Franse eiken. Ja. Maar slechts 3 maanden. Ja? Heeft de wijnbouwer voor gekozen. Hè? Dus ze willen echt het fruit tot zijn recht laten komen. Ja, je merkt mooi dat fruit, ietsje dat mintig, ook een klein beetje chocola, maar het is niet zo zwoel en rijk als de eerste glas. Dit is veel verfijnder. Wel complexer, moet ik zeggen. En ik vind hem nog een beetje jong. Ik denk dat dit ook nog een beetje kan rijpen. Ja, klopt. Klopt. Huh? Dus inderdaad nog vrij jong. Maar je merkt toch, die tannines zijn wel heel mooi verweven, vind ik. Ja, heel mooie lengte. Zijdeachtig zelfs. Hè? Hier heb je dat onrijpe toetje niet. Dat had je bij de eerste iets. Het was wel verfrissend, maar hier is het mooi rijp. Je merkt duidelijk dat daar werk van gemaakt is. Maar ik denk dat het heel goed is, Sabiel, met deze twee, Zinfandel wijnen, dat je die stijlverschil heel goed aan kunt geven. Ja, dat het niet altijd één pot nat is, want dat denkt men vaak. Hè? Ja, klopt. Als je in Italië kijkt, Primitivo, zeg maar ook altijd, dat is allemaal hetzelfde, daar uit het zuiden. Maar je ziet gewoon verschil van inzicht van wijnmakers. Ja. Hetzelfde gebied eigenlijk, maar toch een andere benadering. Dat vind ik heel mooi in de wijnen. Ja, en wat we ook heel duidelijk merken, is dat
Ja, binnen één wijnregio gaat ieder wijnbouwer nog naar zijn eigen stijl. Maar dat dus, is het mooiste. Het wordt gemaakt door mensen en het is bedoeld voor mensen om te drinken als genotsmiddel. En dan zie je, het is zijn eigen stempel. Het maakt wijnbouw zo mooi en dat is zo leuk. Ja, absoluut. En dan komen we bij de wijnen van Cabernet Sauvignon. Ja, uiteraard het paradepaardje voor Californië, als ik spreek over de rode wijnen. En de eerste Cabernet Sauvignon gaan we naar de Central Coast. En bij de tweede gaan we naar de North Coast. Dus Paso Robles, een vrij grote wijnregio. Drie keer zo groot als Napa Valley. En iedereen die iets met wijn te maken heeft, die heeft al gehoord van Napa Valley. Ja. Dus ik kan me niet voorstellen, dat is wereldberoemd inderdaad. En terecht zou ik bijna zeggen. Dus dan zeker wat Cabernet Sauvignon aangaat. Maar Paso Robles verdient zeker zijn aandacht. Want het is al vrij lang een regio. Maar het is eigenlijk nog maar de laatste 10 jaar dat men ook heel specifieke AVA's gaat terugvinden binnen die Paso Robles regio. En wijnbouwers kunnen kiezen. Ze kunnen zeggen, ik ga uit verschillende AVA's wijndruiven gaan halen en dat dan blenden tot een Paso Robles AVA wijn. Of ze kunnen heel specifiek Creston op het etiket gaan zetten van AVA of El Pomar. Ja. Dus men kan echt heel specifiek sub-regio's, bepaalde subregio's ook echt gaan aanduiden. Maar dan moeten natuurlijk wel druiven zijn die uit die AVA komen. Klopt. Ja. Ja, je ziet hier ook dat het alles wordt ingedeeld in EVA's. Hè. Dus vroeger was het Californië vrij makkelijk en overzichtelijk. Je ziet dat elk jaar EVA's erbij komen, dus het wordt ook veel ingewikkelder. Ja. Het AOC-systeem in Frankrijk is al ingewikkeld met al die namen. Dat gaat hier dus ook gebeuren. En ik denk dat wijnbouwers dat ook willen, om dan specifiek hun terroir in uitdrukking te brengen tot hun wijn. Hè. Dat maakt het dat is uniek, denk ik. Ja. Ja, klopt. Interessant om te weten is ook dat in het begin waren EVA's eigenlijk vooral geografische aanduidingen. Ja. En vandaag de dag merken we toch wel, het blijft een geografische aanduiding, want er gaan geen wetgeving opgelegd worden voor welke druif waar. Maar je ziet toch wel dat er specialiteiten gaan komen binnen bepaalde EVA's. Ja. En dat kan je terugvinden op de encyclopedie die gemaakt is en waar ik echt wel als een jong meisje die in de snoepwinkel rondloopt. Ja, precies, en dat vind ik wel fijn. Goed. De tweede Cabernet Sauvignon komt dan uit Napa Valley. En Napa Valley is een vallei waar heel veel elevatie in. Dus we hebben echt wel de vallei in zelf. We hebben de mountains of de bergen. Ja, precies. De invloed van de San Francisco Bay. Waar men dus eigenlijk een omgekeerd effect gaat hebben. Want het begint met Los Carneros, waar vrij veel mist zal binnenkomen. We zitten in het zuidelijke deel van Napa Valley. En toch gaan we zien dat de verkoeling net in dat onderste deel begint. En dan langzaam gaat die mist optrekken als we meer naar het noorden gaan. Ja, En daar liggen dan eigenlijk de warmere regio's van Napa Valley. Ja, want daar is ook vaak wat Zinfandel of de wat stevigere wijnen. Die vind je dat. Calistoga bijvoorbeeld, helemaal het noorden is veel warmer. Dus dan vind je steeds meer wat vollere wijnen. Meer alcohol, meer gestoofd. Dat is heel grappig. Hè, vandaar dat ik daar net ook even aangaf dat je echt in Californië de invloed van die winden en die mist heel goed kan bestuderen. Ja. Ook de bergen. Want soms blijft de mist hangen op de helft van de berg en krijg je dus eigenlijk bovenaan nog meer fruitigheid. De druiven gaan daar iets sneller gaan rijpen en degene die daaronder zitten. Men kan gaan blenden of men kan het apart gaan houden. Ja. Dus dat is wel interessant. Ja. Goed, de tweede is van Luis Martini. En Luis Martini, de familie is uiteraard uit Italië. De naam alleen al zegt het. En was eigenlijk al aanwezig in de vorige eeuw. Twee eeuwen geleden, moet ik al zeggen. Maar ze hebben pas na de drooglegging, dus na de prohibition, hebben zij dus eigenlijk hun eigen wijndomein opgericht. En interessant aan dit wijndomein is dat zij zich toegelegd hebben op koude maceratie.
geen evidentie voor Cabernet Sauvignon. Nee, dat zie je niet heel vaak. Dat ziet men niet zo dikwijls. Uiteraard na ontresting. Hè? Dus alle druiven worden binnen het domein ontrist om net te voorkomen dat je dus te veel vegetale karakteristieken van die rist gaat macereren eigenlijk. Hè? Zij waren oorspronkelijk pionier in Merlot, maar vandaag de dag is Cabernet Sauvignon echt wel hun specialisatie. Ja. Hè? Dus, en dat merk je dus heel goed. Laat ons eens proeven, even kijken. We staan op dat volgorde. Ik zeker het juiste glas neem. Voilà. Dat is de eerste Cabernet. Is de Austin Hope. 2018. Ja, en hier haal je direct die cabernetneus uit. Ja. Hè? Dus heel sterk op cassis. Ja, dat zwakke, haast likeurachtig. Ja, het is wel heel rijp, heel vol. Zo niet beschreven, maar is inderdaad ook een lichte vegetale toets. Ik denk dan aan tomaten, confituur. Ja. Ietsje gestoofd, maar heel mooi fruit. Hm. En in de smaak ontzettend op zijn drop. Dus drop, cacao, lengte. Beetje tertiair, ook wel gestoofd. Een beetje dat zwoele heel erg. Goed hout zit erin, vind ik. Ja. Ja. Zeker niet overdonderd. Heel mooi geïntegreerd. Hè. Ja. Dus, klein chocoladetoontje. Ja. En een mooie afdronk. Ja, maar afdronk er zit er duidelijk tannine in. Maar door zijn body, zo'n volheid, iets meer alcohol, is dat fantastisch verpakt. Ja. Ik heb dan een hele mooie structuur. Het is wijn met structuur, maar ook met vet. Met vet op de botten. Ik denk dat we absoluut eens op de komende jaren zeker eens op zoek moeten gaan naar harmonie, wijn en gerecht binnen die wijnen uit Californië. Want ik ben zeker dat daar... En als het weer mag, liefst ter plekke. En, absoluut. Dat zou ik je met voorstellen. De horeca... je bedoelde Californië zelf. Ja, eigenlijk wel. Zover was ik nog niet, maar... dat zou inderdaad ideaal zijn. Ja, in andere tijd. Hè? Ja. andere tijden, maar ze komen eraan. Precies, zeker. Het is een heel andere neus, hè, die Napa Valley. Hè? De Napa Valley is inderdaad minder op dat zwarte fruit. Hè. Ja. Hier heb je inderdaad ook dat delicate... Ja, de vanilletoets van het hout komt ook lichtjes tot uiting. Ja. Ik denk dat het nog een beetje gesloten is. Ondanks het feit dat hij een jaar ouder is van 17... Ja, en het is voor mij iets minder gestoofd en iets meer, misschien een beetje Franse stijl, wat meer eleganter, wat delicater, wat meer, een beetje zoals je Médoc uit een warmer jaar. Uit een warmer jaar, klopt, ja. En zeker niet overdonderd, niet, hij geeft zich nog niet van bij het begin. Nee. Dat had hij bij dat eerste wel een beetje in, dus je moet hem echt gaan ontdekken. En de zuren zijn hier zeer verfijnd, vind ik persoonlijk. Dus, geeft de wijn inderdaad ook een potentieel voor te verouderen. Ik denk dat deze wijn meer potentieel heeft om te gaan verouderen. Wat je vooral merkt, de tanninen zijn veel duidelijker aanwezig, zijn veel monddrogender. Ik hou daarvan hoor. Het is echt een wijn met structuur. Ja. Duidelijk maar toch veel meer, niet agressief. Hè? Nee, helemaal niet. Nee, ze zijn mooi zijdezacht, maar ze zijn gewoon iets sterker aanwezig. Ja. Iets, En proef je die Petit Syrah? Zo. In de nasmaak heb je zo dat fruitige... Weet je dat florale een beetje bedoel je? Ja, beetje inderdaad. Dat roodachtige, dat zeker zo... wel. Ja. Maakt het net een beetje af. Een fruitige ondertoon. Ja, maar het is maar een klein puntje wat hierin zit. Een kleine toets. 10%. Ja. Maar het geeft, vooral in de afdronk vind ik dat het tot zijn recht komt. Mooi wijn, heerlijk. Mooi, ja. En dan komen we bij de twee laatste Cabernet Sauvignons. Hè. Dus ook hier zitten we met twee totaal andere regio's. Hè. We hebben enerzijds de Rich Vineyards, hè, komende van Santa Cruz Mountains. Hè. Een heel bekende regio, net onder de baai van San Francisco. Ja. Hè. Dus als we kijken naar Napa, dat ligt ten noorden. Hier zitten we ten zuiden van... Ja. En die zullen dus iets minder die invloed hebben van de Pacific. Maar toch is het aanwezig, zeker naar dag- en nacht temperaturen. Dus, eveneens een Italiaanse familie. Dus het is duidelijk dat de Italianen een grote... De settlers, hè? Die allemaal naartoe zijn getrokken. Zagen het zeker zitten om de gouden tijden daar op te pikken. Ja. Dus,
Maar hier, ik kreeg de vraag vorige week van mensen, wauw, is dit dan de wijn van de Judgment of Paris? Dus de Montebello, Rich, dit is de wijn, dit is de Cabernet. Ja. Het broertje, hè? Dus sommigen zeggen soms wel eens het kleine broertje, maar ik blijf erbij dat het ook een hele mooie wijn is. Absoluut. Ja. Maar puur op zijn Cabernet. Hè? Terwijl dat... er is ook een klein beetje Merlot en Petit Verdot aanwezig. Een heel klein beetje Cabernet Franc, dacht ik. Ja. Ja, nee, de Cabernet Franc zit in de Montebello. Okay. Ja, daar zit het grootste verschil eigenlijk. Hè? Maar hier zitten we dus duidelijk puur op zijn... of het merendeel zit op zijn Cabernet Sauvignon. En bij het proeven, wat mij heel sterk opgevallen was, was weer die cassistint, die heel typisch is voor... Maar vooral dat munttoetje. Ja, heb ik ook, ja. Ja, heeft iets verfrissend. Het geeft bijna een after eight verhaal. Ja, ik weet niet of, met een beetje chocola en een beetje zoethout, wat aardse, zwarte, maar ook wat specerijen. Het is heel complex dit hoor. Ja, het is heel hecht, heel complex, heel voornaam. Komt dit over? Heb je dat nu ook in jouw lessen, dat de jonge mensen after eight niet meer kennen? Ik zeg heel veel dingen in mijn lessen van de studenten denken, waar heb je het over? Ja, dat is echt verschrikkelijk hoor. Dan denk ik. Ja, dat is inderdaad. Ja. Ik blijf dat een heel mooi... Ja, een beetje dat malt chocola, met dat melkchocola en mint. Het is natuurlijk heel... Ook heel... wat toffee toetsen. Wellicht komende van Amerikaanse houtrijping. Ja, hier doen ze vrij veel hout ook, hè, in dit huis. Ja. Maar je zal zien in de smaak, is het nergens vegetaal. Het blijft echt gedragen worden op zijn jeugdig fruit. En al de wijnen dat we tot hiertoe nu geproefd hebben, misschien de eerste Pinot Noir, heb ik daar een beetje mijn twijfels, maar al de andere kunnen we perfect een aantal jaren laten bewaren in de kelder en gaat zelfs nog beter tot hun recht komen bij veroudering. Was met deze ook hoor. Het is een prachtige tanninestructuur. Het is ontzettend, het is rijk aan tannine, maar het is mondvullend, heel mooi afgestemd met zijn body, mooie zuren, niet al te hoog, maar heel verfrissend in die wijn zitten. En wat je ruikt, proef je gewoon. Het is, ook in de mond is het heel veel aroma. Je ruikt gewoon in je mond al die smaken. Of al die geuren die we in de neus hebben gehad. Ja. Komt, heel complex, hè? Super lengte. Ja. Vraagt wel een stuk vlees. Ja, dit is wel... Ik hou van wijnen met structuur. Ik hou van wijnen met... Ik heb andere rassen die ik heel graag mag. Italië en zo. Die heel veel tannine hebben. Dat vind ik heerlijk. Maar ik begrijp dat wat je bedoelt. Hier een stuk vlees bij. Een mooie entrecote gebraden. Ja, die proteïnes heb je nodig En dat kan eenvoudig zijn, maar de wijn is al zo mooi. Je hoeft niet over de wijn heen te koken, nee, vind ik. Nee, dat vind maar echt, puur. Puur zijn vlees. Niet in stoofpotjes of zo. Want dan zou ik eerder naar de Zinfandel gaan. Hier echt een puur stuk vlees. Ja. Nu met de paas die eraan komt, hè, kan ik me voorstellen bij lam heel mooi zou gaan. Hè. Dus, en we ronden af met de laatste wijn die in uw doosje aanwezig is, de Silver Oak. We gaan ook iets terug in de tijd, hè, want 2016 is een jaar... Ja. Iets veroudering al, weet je. Ja. Dat is iets meer tertiair, dat merk je ook. Ja, ja, klopt. Hier zitten we in Alexander Valley. En Alexander Valley ligt in Sonoma Valley. Heel belangrijk dat we het juist uitspreken. In het noorden van Sonoma. Klopt, dus, we hebben niet zozeer die uitgesproken invloeden van de Russian River of de Petaluma Gap. We zitten toch iets meer naar het noorden, dat wel. En men gaat dus eigenlijk gaan zoeken naar de juiste helling. Ja. Om de druiven rijp te krijgen. Ja. Want men riskeert daar ook al een beetje druiven te hebben die nog niet 100% rijp zijn. Dus dat is iets waar men heel sterk op gaat selecteren. Nu, het wijndomein Silver Oak zit trouwens ook in Napa Valley. Soms wel eens een vergissing. Ja, ja, ja. Mensen zeggen, nee, dat ligt in Napa. Ze hebben ook hun eigen merk. Dus Silver Oak bestaat ook in Napa Valley. Maar de wijnbouwer maakt eigenlijk vooral gebruik van de hellingen van de Mayakama. Ja. En de Mayakama deelt eigenlijk Sonoma en Napa in twee, laat het ons zo zeggen. En maakt daarvan twee aparte AVA's.
EVA's. Ook heel mooi houtgebruik hierin. Een beetje dat kokosachtige. Er zal zeker wat Amerikaans hout in zitten. Dat merk ik ook wel. Een beetje dat romige wat erin zit. Weet je wat ook interessant is binnen dit huis? Zij doen hun blending voor ze aan de houtrijping beginnen. Ja. Dus de stijl van het huis moet gemaakt worden tijdens de rijping. Ja. Dus dat is wel interessant, vind ik. Dat is heel bijzonder. Hè? Ja. Je hebt dan de blend klaar, die laat je opvoeden. En dan ga je ze misschien dat ze daar voor het botteling nog een beetje bijsturen. Maar je moet af feite al je recept klaar hebben. Of je blend al klaar hebben. En dat is maar, geeft heel veel inzicht in welke vaten doe ik het dan. Hoe ga ik het dan laten samenbrengen. Zodat je dan al van tevoren weet, dit gaat de wijn worden. Ja. Dat is best wel knap. Maar ze doen heel veel met hout. Want ik geloof dat ze ook zelf houten vaten maken, dit huis. Ja, zijn eigen tonnerie heeft. Ja. Ja. Dat kan interessant zijn, hè? Bij het vierde niveau. Precies, ja. Als we dat huis dan gaan bezoeken, dan kunnen we... Ja. En die komt binnenkort online, hè? Want level 1 en 2 zijn al gepubliceerd en 3 en 4 komen er binnenkort aan. Ja. Dus maar mensen eerst maar level 1 en 2 halen en dan gaan we verder. Hè? Ja. Goed, ik hoop dat jullie van deze degustatie genoten hebben. Wij hebben er alleszins van genoten. Ik ben blij dat we... het hier nu nog eens samen konden doen. Zeker, dat je kwam binnenvallen net voor ik met de presentatie moest beginnen. Dat is toch gezellig zo, denk ik. Absoluut, ja, zeker, absoluut. Ja. Leek mij een goede manier om samen de degustatie te doen. Dan wens ik jullie te bedanken om hier aanwezig te zijn. Ik zie dat er een aantal vragen in de chat gekomen zijn. We gaan niet alle vragen overlopen, dus er zal zeker kans zijn om vragen te stellen. Ik kan die naar Wine California Institute mailen of u kan ook nog ons contacteren, zowel WineWise als de Wine School van Ed Wines. En wij zijn er om u te begeleiden op dit Californië-avontuur. En ik ben zeker dat er heel veel interessante dingen zullen aangeboden worden. Hè? Dus laat ons zeggen dat we tot hiertoe altijd een beetje het gevoel hadden van wij krijgen niet de juiste wijnen tot onze markt van Californië. Klopt, ja. En ik ben zeker dat we met dit programma mogelijkheden gaan krijgen om wijnen uit het volledige gamma dat beschikbaar is. Ja, het moet ontdekt worden. Dus meer dan alleen Napa Valley. Hè? Absoluut, je ziet dat het echt absoluut, Californië fantastische wijnen met heel veel stijlen. En het moet ook geweten worden. Ja. Dus ik heb ooit de kans gehad om een maand door Californië te reizen. Ja, absoluut. En had toen al van, wauw, dit is niet alleen natuurpracht. Ja, klopt. Maar ook naar wijn, toerisme, hospitality. Ja. Hè? Dus niet onderschatten. Ja. Het eten is magnifiek. Ja. Goed over nagedacht. Hè? En de stad als San Francisco is echt een geweldige stad. Ja. En die trams en zo, die hoogteverschillen. Fantastisch om te zien, hoor. Echt, Best wel met een elektrische fiets, hè? Niet met de gewone fiets. Nou, kuitenbijten is ook wel eens fijn. Die loopt gewoon naar boven. Klopt. Goed, ik hoop dat jullie allemaal... Mag ik dat zeggen, Paul? Ja, allemaal tot niveau 4 gaan. En dat jullie echt de ambitie hebben om dan mee op stap te gaan door... de wijnregio's van Californië. Het zal niet van vandaag op morgen zijn. Neem uw tijd hiervoor en daarna. Wij zijn daar om u daarin te begeleiden. Ja? Ik mag nog iets aankondigen. Mogen we niet vergeten? Nee, dat zeker niet. Omdat jullie deelgenomen hebben aan deze lounge, mogen wij van de Californian Wine Institute jullie het eerste niveau gratis aanbieden. Dus u zal de kans krijgen, u krijgt daarover nog een mail. En het eerste niveau kan iedereen gratis volgen voor de mensen die ingeschreven hebben aan dit programma. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Bedankt Edwin om mee aan te sluiten aan deze tasting. Dankjewel, Sabine. Wij hopen u allemaal te zien tijdens de degustaties. Met uiteraard Californische wijnen. Dank u. Fijne dag nog. Lots of things affect a wine's character. Where it's grown. How it's farmed. When it's picked. But also, who makes it. Where they're from. What they believe.
The folks who grow wine in California bring a different kind of spirit to the task, a confidence born of ingenuity, a longing to leave things better than they found them. In California, we have a golden state of mind. We believe in opportunity, in fresh starts. That's how the state was first settled. It's what drew every wave of immigrants and dreamers that followed. We have a knack for challenging the status quo. Free speech, gay rights, the labor movement, all flourish here because we believe we can make a difference. The first environmental battles were fought in California. The most aggressive responses to climate change originate here. Many of the biggest cultural and technological developments of the last half century have come from California. What starts here finds its way everywhere. California wine growers have an instinct for innovation and an appetite for experimentation. We're not bound by tradition, but enlightened by it. More than 110 different wine grapes grow here. They grow in places with names both familiar and surprising, each with its own distinct mix of soils, climate, and terrain. All with abundant sunshine and a long growing season, thanks to the cooling effects of the Pacific. In California, we are committed to growing and making wine sustainably. We have more acres of certified sustainable vineyards than any other region. More than 80% of our wines are made in wineries that are certified sustainable. We are committed to the well-being of vineyard and winery workers and the needs of local communities for jobs, healthcare, housing, and training. Agriculture depends on all of these things. This is the new California. Our wines give voice not just to the earth, but the ethos of those who make it. California wines, as alive as the place they're grown.